Ik ben helemaal op rust, ja, als je dat rust kunt noemen. Dus ik ben niet meer op de arbeidsmarkt actief. Dus er is enkel nog wat mij bezighoudt. Dus poëzie vooral, die conceptuele kunst. Meestal dan naar, om de 3 jaar naar die kunstroute eigenlijk. Dat zal ook wel minder, denk ik. En voor de rest, ja, een beetje genieten en gereizen. Je hebt meer tijd, maar je mag dat niet onderschatten in de zin van op het ogenblik dat je ophoudt met werken, heb je de indruk van nu alles kan, niks meer moet. En dat is ook wel zo, je hebt niet meer die tijdsdruk. Maar door het feit dat je niet meer echt moet werken, creëer je eigenlijk zo een heel grote openheid. En alles wat op je afkomt, ben je geneigd te aanvaarden. Het is wel ook zo dat... dat ik eigenlijk eerst moest gepensioneerd zijn om daar dan eigenlijk tijd en ruimte en lef voor te hebben om dan effectief van die laatste 20 jaar een bundel samen te staan. Ik ben altijd heel erg bezig geweest met poëzie, met schrijven ook. En dan tijdens de onderwijscarrière heb ik zeer veel aandacht besteed aan poëzie, maar ook aan theater. Dus ook met leerlingen zeer veel theater. In 2010 heb ik dan toch, want ik ben altijd heel kritisch voor mezelf, een dichtbundel uitgegeven. Eigenlijk een beetje het werk van de, op dat ogenblik 2010, van de laatste 20 jaar, wat ik geschreven had. En het is maar door hier in Lavendheim te beginnen met een aantal gelijkgezinnen aan een kunstroute om de 3 jaar, Lovarte. Dat ik me dan ook laten verleiden tot conceptuele kunst. Ik denk dan altijd aan Marcel Broodhuis, die eigenlijk ook als dichter is begonnen, maar die dan zag dat hij met zijn mosselpotten veel meer geld kon verdienen. De switch heeft gemaakt van poëzie naar conceptuele kunst. En in mijn werk is dat wel duidelijk merkbaar, vind ik, dat eigenlijk de tekst eigenlijk telkens aan de basis ligt. Dit is hier een voorbeeld. Die metalen plaat heb ik gevonden ergens in de Ardennen en er staat op Warnung voor beruring der elektrische Einrichtungen, voorzicht. Maar uiteraard dat riep bij mij een heel andere sfeer op, een bijkomende sfeer die natuurlijk doet denken aan het feit dat het in Duits staat, dat we Warnung. En dan heb ik eigenlijk daar een beetje gemanipuleerd door enerzijds daar een tekst bij te schrijven en dat dan nog iets te verduidelijken. Met die prikkeldraad die ik daarop gemonteerd heb. En dan lees ik dat even, staat dus gewoon draden. We zijn hier al geweest, alleen weet niemand meer wanneer. Was het toen winter of soms herfst? Kunnen we sporen van de lente lezen? Draaiden we toen al rondjes? Vermoeden we vandaag? Ik denk het niet. We zagen enkel horizon en ondergaande zonnen. De draden die ons tegenhielden, waren toen nog niet gesponnen. Maar je merkt dus ook terug dat ik als dichter eerst van tekst ben vertrokken, maar dan visueel daar iets wil mee doen. Want wat heb ik gedaan? Ik heb die tekst afgedrukt en ik heb die dan in een aquarium, zonder water, gestopt, waar ik dus een aantal van die slakken die je ziet, heb ingestoken gedurende 1,5 week. En die zijn effectief, je ziet het resultaat, aan die tekst beginnen knagen. En je merkt dus, ik heb dan de meeste van de werken en nog enkele andere die je hier niet ziet, samengebracht in dit boekje hier, verdichtsels. Dus ik heb al deze conceptuele kunstwerkjes verdichtsels genoemd. En op de achterflap staat wat dat eigenlijk dan zijn, verzinsels bij gedichten. Dus je merkt weer dat ik bij de tekst begin. Soms tableaus, soms plakaten. En dan staat hier ook, wat ik al eerder heb gezegd, voor een conceptuele kunstenaar is zijn kunstwerk primair bedoeld als een uitdaging van het intellect. Speelt vaak een belangrijke rol in een conceptueel kunstwerk. Dat is het zo'n beetje.